Dus dat komt dan overeen met zo'n grofweg 13.000 euro per jaar voor de omgeving. Ingeklemd tussen de A50 en de Hernenseweg in Wijchen wordt, mits de vergunning door de gemeente verleend wordt, een zonnepark van 25 hectare gerealiseerd. Met veel aandacht voor natuur, zo worden er bijvoorbeeld 7 grote poelen aangelegd en komt er een kruidenrijk grasland tussen en onder de panelen. Over de relatie tussen zonnepark en natuur is goed nagedacht. Nou, we vinden dat zelf ten eerste heel erg belangrijk. Hè. De natuur kan wel een zetje gebruiken in Nederland. Door die natuurlijke maatregelen voorkom je ook het zicht op het zonnepark. En het is een mooie kans om te benutten. Bovendien ligt het in een zogeheten ecologische verbindingszone. Het is eigenlijk een veel groter gebied waarvan belang is, waarvan het doel is dat de dieren goed door het gebied kunnen bewegen. Nou, door het zo in te richten zoals wij dat nu doen, kunnen de dieren hier makkelijker doorheen en door de wijdere omgeving. En zo wekken we meer duurzame energie op. Maar neem je ook op het gebied van natuur allerlei maatregelen die een verbetering zijn. Het zonnepark is een initiatief van een energiebedrijf samen met een plaatselijke energiecoöperatie. Ja, we zijn denk ik nu al zo'n 1,5 jaar bezig met, samen met de omgeving om dit plan te maken. We hebben in eerste instantie alle omwonenden geïnformeerd en daarna een werkgroep opgericht. En die hebben we eigenlijk alle punten input gevraagd. En van denk mee, hoe kunnen we dit plan tot een fantastisch plan maken hier in de omgeving? En daar zijn we tot op de dag van vandaag nog mee bezig. De werkgroep heeft onder andere meegedacht over de inrichting van de natuur, waar we op moeten letten, hoe we kunnen zorgen dat we het zicht af van het zonnepark ontnemen. En er waren ook wat vragen uit de omgeving, bijvoorbeeld hoe zit het met geluid en met licht, schittering. Hebben we daar misschien meer last van? Nou, dat hebben we opgepakt, onderzocht en laten zien dat er geen extra geluidsoverlast ontstaat. En dat koppelen we dan ook meteen weer terug. Van elk opgebracht kilowattuur wordt ook een bepaald bedrag besteed aan lokale initiatieven. We hebben een omgevingsfonds die zegt dat bij elke geproduceerde megawattuur we 50 cent in dat fonds stoppen. En als je we verwachten zo'n 27 miljoen kilowattuur te gaan opwekken, dat per jaar. Dus dat komt dan overeen met zo'n grofweg 13.000 euro per jaar voor de omgeving. En dat vragen we ook weer aan het aan de werkgroep. Hoe gaan we dat geld dan besteden? En ik hoop vooral dat dat dan op een collectieve manier samen hier in de omgeving weer terechtkomt, zodat iedereen daarvan kan profiteren. Op 6 mei is er een informatieavond waarin het definitieve plan wordt uitgelegd. Maar het duurt nog even voordat er gebouwd kan gaan worden. We weten nog niet exact wanneer we beginnen met bouwen. We doen stap voor stap. We zijn eerst nu druk bezig om de vergunningen aan te vragen en die te krijgen. We hopen die later dit jaar te krijgen. En dan gaan we verder kijken hoe het gaat met financiering en bouw. Maar het gaat stap voor stap.